Zij volgen hun dromen en staan voor een doel. Vinden een weg uit hun gevoel. En hoe je het ook bent of keert, je doet het nooit alleen. Je doet het samen, samen met iedereen. Dit zijn beelden van Lodewijk en Willemijn Kwant, gemaakt door hun vader, enkele uren na de geboorte. De ouders gingen in de 22e week van de zwangerschap en nog even een weekje tussenuit, op vakantie naar Spanje. Daar begonnen onverwachts de weeën. 4 weken lang lag Marielle Kes in het ziekenhuis van Girona, waarvan 2 weken met 10 centimeter ontsluiting. De artsen die hebben constant ons voorgespiegeld, of voorgehouden, dat de overlevingskans van beide kinderen als ze dan geboren worden vrijwel nihil is. Dus je leeft niet meer in hoop en vrees, maar je leeft alleen maar in de vrees. Den Haag. Hier op de alarmcentrale van de ANWB werkt Geert van der Heijden, voormalig huisarts. Hij is nu, zoals hij dat zelf zegt, arts op afstand. Met de telefoon en de computer als instrumenten. Hij draagt de verantwoording voor het dossier Kwant. Wij willen natuurlijk uiteindelijk de kinderen naar Nederland halen. Dat is uiteindelijk het doel waarvoor we het eigenlijk doen. Alleen dat doen wij niet voor 35 weken. Die richtlijn hebben we samen met de Vrije Universiteit Amsterdam bepaald. Omdat we vinden dat kinderen prematuur van voor 35 weken te instabiel zijn, te zwak zijn om te vervoeren. Want we hebben het wel over een transport over meer dan 1000 kilometer. Tot die tijd zullen de kinderen dus in dat ziekenhuis in Girona op de neonatologieafdeling moeten blijven liggen. De ouders in een hotel in de buurt. En zullen ze daar dus een week of 7 moeten vertoeven uiteindelijk alles bij elkaar. Terwijl ze al 4 weken daar geweest zijn voordat die kinderen geboren zijn. Dus dat is een hele lange rit voor die ouders. De Nederlandse Kim Diepgrond woont en werkt in Spanje. Tijdens een vakantie 2 jaar geleden werd ze verliefd op David uit Barcelona. Het was meer dan zomaar een vakantieliefde. En zo belandde Kim als hulpverlener op de alarmcentrale in de Catalaanse hoofdstad. Mijn vriend die staat bij de bagage en ik ben spullen uit het laden. Ja. En er spreekt hem iemand aan en ja, opeens komt terug en de tas is leeg. Alle papieren eruit, alle geld eruit, alle pasjes eruit. Het paspoort, het rijbewijs. Wat moet ik doen? Nu is echt niet meer wat ik moet doen. Nou, op zich, heeft u al een politieaangifte gedaan? Ja, de politie is hier. Wil die even met hem praten hier? Want die spreekt alleen maar Spaans. En u heeft nog verder niks aan kunnen geven dat uw rijbewijs is ingestolen in uw paspoort? Nee, wilt u dat even voor me doen? Ik geef hem u even hier, ja? Hoor. Sí. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, soy Kim del Touring Club Holandés de Barcelona. Sí. Sí, que esa señora me está contando que la han robado de todo. Sí, sí, sí. Estamos allá aquí con el conserje de aquí del hotel. Er bellen ook mensen die bijvoorbeeld vragen waar ze hun fietsband kunnen laten plakken en waar ze dat moeten doen. Dan denk ik van ja, goed meneer, ik denk dat u daar een betere kijk op hebt in het dorp waar u staat dan ik vanaf hier. En wat mensen natuurlijk ook soms helemaal geen realistisch idee hebben over wat onze alarmcentrale inhoudt. Die denken vaak als ze bellen dat er een lampje gaat branden op een kaart. En dat wij precies weten waar ze zitten, hoe ze heten en welke verzekeringen. En dan vinden ze het ook heel vervelend dat je nog moet vragen waar ze een verzekering hebben, waar ze wonen. Nee, dan willen ze meteen hulp en denk ik, ja, een beetje geduld. Ik moet ook natuurlijk wel gegevens hebben om verder te gaan. En u bent met de auto op vakantie? Met de auto, ja. En u zal vandaag terug gaan rijden? Ik weet het niet wat ik doe. Kan ik ook zo verder gaan op vakantie? Ik weet het niet. Ik moet eerst bijkomen. Ik sta te razel op mijn benen hier. Ja, komt u eerst maar bij. En mocht u nog wat willen weten, dan kunt u ons altijd bellen. Oké, okay, ja? Okay, dan ga ik nu. En zorgt u inderdaad dat u wel de politieverklaring heeft. Oké, okay, goed. Ja? Dus dan kan ik mee reizen in de voorpand. Ja hoor, dan kunt u ongetwijfeld mee reizen. Oké, okay, goed. Heel veel sterkte, mevrouw Brouwers. Jo, dank je. Dag. ANWB-chauffeur Mathieu Hezen is halverwege Frankrijk. Op weg naar Spanje om kapotte auto's op te halen. Wat zeg je? Ja. Ik kom hier morgenavond wel, dan zitten we bijna in Spanje, denk ik. Dus dan zal deze bellen maar. Oké. Okay. Hey, wel rusten voor straks. Dag.
Dat was Ellie, mevrouw. Belt elke avond even. Of het goed gaat en waar ik ben en of er nog bijzonderheden gebeurd zijn. Bij haar of bij mij. Nou, die jongste stond te vissen. Het was leuk, die stond bij een duiker in de sloot. En de een naar de andere stond hij eruit te hengelen. Echt een hobby van hem. En ze stond zelf te strijken, zegt ze. Het is wel eens rot. Kijk, een doorsnee man, die gaat om 8 uur naar zijn werk toe. Dus die kan 's morgens ook nog het een en ander doen. Die kan 's avonds kan die helpen met afwassen. Die kan de kinderen naar bed doen. Nou, dat doe ik allemaal in de weekenden. Dan probeer ik zoveel mogelijk weer goed te maken van die week dat ik weer weg geweest ben. Van de 6 artsen op de alarmcentrale in Den Haag is Geert de beste man om de ouders van de premature tweeling te begeleiden. Hij werkte ooit als artsassistent op de afdeling neonatologie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Je snapt direct waar het om draait en hoe de dingen lopen. En je weet ook wat ouders voelen en wat ze moeten doormaken. Want ook die oude begeleiding deden we als artsassistent ook heel veel. En ja, dat waren zware gesprekken. En ook de manier waarop mensen ermee omgaan, hoe ze tussen hoop en vrees leven. Ja, elke dag ga je erheen en je kan goed nieuws horen, maar je kan slecht nieuws horen. En dat kan elke dag weer anders zijn. Ja, die spanning is elke dag. Neonatologie kent maar een beperkt aantal ziektebeelden, maar die ziektebeelden die er zijn, kunnen allemaal tot de dood leiden. En zijn allemaal heel ernstig. En moet je dus heel goed behandelen, moet je bovenop zitten. Mannetje. Op een gegeven moment stond ik daar met een zuster en zij hield zo Lodewijk voor mij. Ja, nou, dat is echt een heel klein pakketje. En ze wilde hem aan mij geven. Waarop ik echt iets had van, ik zou niet weten wat ik met hem moest doen. Ik weet niet hoe ik hem vast moet pakken. Die draadjes, misschien raken ze wel door de knoop of in de knoop of iets. Is dat wel verstandig, hè, met eventuele bacteriën? Uiteindelijk drong ze erop aan dat ik hem in mijn handen hield. En uiteindelijk is dat ook gelukt. En ja, dat is natuurlijk een heel speciaal gevoel. Maar het is een heel klein hoopje mensen. Hij woog toen nog geen 840 gram. Ook in Barcelona wordt hard gewerkt aan het dossier kwant. Goedemiddag, ik spreek met Kim Diepgrond van de ANWB Alarmcentrale in Barcelona. Kim, goedemiddag meneer, hoe is het met u? Ja, op zich gaat het allemaal prima. We zijn vanochtend nog bij de kinderen geweest. Ja. En daar ging het allemaal prima. Geen complicaties gehad vannacht. Het meisje is iets gedaald in gewicht, weliswaar heel weinig, maar ja. Ik geloof iets van 10 gram. De infusies gaan eruit, dus ze krijgen straks voeding via neuszonde. Dus ja, vooralsnog gaat het allemaal prima. Voor mijzelf vind ik het heel fijn om telefonisch contact te hebben. Worden, want toch zijn de dossiers een hele zware dossier zitten erbij. En om dan die mensen keer op keer te zien, dat zou mij heel erg zwaar zijn. Deze 5 weken gaan we gewoon met positieve gedachten gaan we die in. Ja. En Marianne en ik hebben gewoon tegen elkaar gezegd van, joh, wij gaan gewoon met 2 volle mandjes gaan weer terug naar Nederland. Ja, daarom. Zometeen ook als je naar Gerona gaat. Wat Kim in Barcelona doet, gebeurt ook op de alarmcentrale in Den Haag. Daar verwerken ze dossiers van over de hele wereld. Het zijn de hulpverleners aan de telefoon die het contact onderhouden met de patiënten. De artsen van de alarmcentrale buigen zich over het medische aspect. Alleen in uitzonderlijke gevallen is er persoonlijk contact. Ik ben Geert van der Heijden. Goedemiddag, met Marielle Kent. Hallo. Dag. Zo. Ik heb begrepen dat u net een telefoongesprek heeft gevoerd met de arts van de kinderen. Met een dokter, ja, inderdaad. Nou, met Lodewijk en Willemijn gaat de goede kant op. Ja. Nou, hoop wie weet dat morgen of overmorgen de vlag uit kan dat ze een kilo zijn. Ja. Dat vind ik een hele goede. Heeft een kilo al bereikt, hè? Die heeft een kilo al bereikt. Nou, dat vind ik echt een mijlpaal. Ja. En dan op naar de 1500 gram. Ja. Is dat de zogenaamde mijlpaal die zij zeker moeten halen in de 35e week? Nou, dat hangt van meerdere dingen af. Maar het is inderdaad zo dat ze een goed gewicht moeten hebben. Ja. Ze moeten eigenlijk wel richting 2 kilo omgaan. Ja, toch. Om op een veilige manier te vervoeren.
Mathieu Heesen is bijna in Spanje. Een glaasje wijn in een Franse routier slaat hij af. Voor hem een bakje koffie, een praatje en dan in het donker nog een paar uur verder rijden. Ik heb hier ook absoluut geen hekel aan. Dat komt ook. Ik ben niet een echte wijn of bier drinken. En een hoop jongens vinden het toch wel lekker om s'avonds bij het eten een flesje wijn. En dan komen ze niet meer aan het rijden toe. En ik begin 's morgens altijd laat. Ik ben echt een slow starter. Ik rij zelden voor 9 uur weg. Nou, de zin dat ik s'avonds om 7:30 gaat eten, dat ik vaak nog 1,5 of 2 uur mag rijden. Oh yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Only the lonely. Only. De tweeling ligt nog steeds in het ziekenhuis. 13 dagen oud zijn ze nu. Zij weegt 990 en Lodewijk weegt nu 1070. Dus het gaat omhoog. Hè? In eerste instantie wil je er het liefst iedere minuut van de dag bij. Hè? Gewoon weer om te kijken hoe ze het maken en hoe de zusters met ze omgaan. Hoe de apparatuur werkt. Er gaan links en rechts van allerlei toeters en bellen. Waar is het voor? Waarom krijgen ze infuusjes? Wat zit er in het infuusje? En zodra je dat weet, dan voel je al een stuk rustiger. Hey, vond je het mooi? Ja. Maar pequeños, hè? Vanuit Barcelona belt Kim regelmatig met Diederik en Marielle. Omdat ze niet op alle vragen direct antwoord weet, houdt ze ruggespraak met Anneke Huertas, hoofd van het Spaanse kantoor. De moeder die vraagt me net hoe het zit met die paspoortjes. Als ze uiteindelijk dus teruggaan naar Nederland, hebben ze al een laissez passer nodig? Of zijn de kinderen al geregistreerd bij... Hier, wel in Girona. Maar zij willen dus weten voor welke vluchtmaatschappij, wat daar de eisen dus voor zijn. En of die kindjes überhaupt dus door de douane heen moeten. Normaal gesproken moeten de kinderen wel een paspoortje hebben, want als je gaat vliegen, dan vereist dus de vliegmaatschappij paspoorten. Ja. Hoe doe je dat met de pasfotootjes dan? Een ogenblikje, ja. Ja, geef mij. Ja, een ogenblikje graag. Ik denk dat het beter is dat we het even met de consul overleggen. Ja. Zal ik morgenochtend wel even daar op de Waal? Ik bel ze toch, we moeten morgen toch bij de formele contact, dus ik zet meteen door. Zal ik me even vragen hoe we dat oplossen? Oké, okay. Ja? Goed. Oké. Okay. Ja, met mevrouw Martels. In Den Haag ligt Geert na overleg met een VU-arts de ouders in over de voortgang. Zij willen niets liever dan naar huis, maar moeten nog even geduld hebben. Ik heb al gezegd, 35 weken is onze ondergrens. En daarnaast kijken we ook nog naar andere dingen. Nou, wat ze vindt in ieder geval, ze hoeven niet per se 2 kilo te worden. Ja. Als ze maar een groeitrend hebben van 20 gram per dag. Dat is heel belangrijk voor haar. Ze moeten infectievrij zijn. Ja. En als dat het geval is, dan kunnen we inderdaad over een dikke week al eens over transport gaan nadenken. Ja. Ja. En na overleg met de consul blijkt dat de kinderen inderdaad een noodpaspoort nodig hebben. Goedemiddag. Hallo. We hebben alle benodigde papieren. We zijn vanochtend bij het ministerie van Justitie geweest om de uitreksels te halen. Dat zijn deze. Normaal is het ophalen van een paspoort lokettenwerk. Maar ook voor het consulaat is de geboorte van een Nederlandse tweeling een unieke gebeurtenis. Marielle en Diederik gaan door de sluis voor een kort gesprek met de consul. Jullie kunnen niet meereizen met het ambulancevliegtuig? Nee, waarschijnlijk niet. Het vliegtuig is te klein. Ah. Er gaan 2 artsen mee, 2 verpleegsters. Ja. Die komen uit Nederland vanuit het fysiekenhuis. Ja. En die gaan onze kinderen begeleiden naar Nederland. En wij moeten, waarschijnlijk dan met onze eigen auto, rijden we terug naar Amsterdam. Over een pasfoto hoeft gelukkig niet worden nagedacht. Een stempel is voldoende. En dan hoop ik dat jullie vakantie niet
niet veel langer inmiddels zal duren. Nee. Want jullie willen naar huis, denk ik. Heel graag. Niets liever dan dat. Ja, ja. Ik verlang weer naar de Nederlandse files. Ja. Ja. Dat ben ik serieus. Ja. De geboorte van een tweeling tijdens de vakantie is één dossier. In de zomermaanden behandelen de hulpverleners er een kleine 4000. Ja, een jongeman is uitgekleed of is hier van de rots gevallen en verdronken. Ja, verschrikkelijk. Nou, dat is zielig, hè? Zelfs met de vriendin op vakantie. Nee, het is een kennis van de camping. Hij is met zijn vriendin op vakantie, waar hij ook mee samen woont. En hij ging dus met twee andere mannen wandelen. En heeft hem eerst al ingelicht, of niet? Ja, daar zijn we. Die wil bij, bij het stoffelijk overschot van deze persoon. En dat mag niet. En dat is allemaal best heel ingewikkeld natuurlijk. Per dag 1300 telefoontjes en 60 mensen die het ene na het andere gesprek voeren om zo snel mogelijk hulp te geven. Het werk bestaat uit bellen, bellen en nog eens bellen. Maar iedere dag is toch weer anders. Ook Geetje heb ik ook een dossier uit in Malaga. Een vrouw heeft gisteren zelfmoord gepleegd. Een Spaanse dame. Die is toen van 5,5 naar beneden gesprongen. En is zo op een Nederlandse vrouw terechtgekomen. Ja, die vrouw is overleden, die Spaanse. En die van ons die ligt nu. Nee, ze is best wel goed nog hoor. Ze is nu wel ontslagen uit het ziekenhuis inmiddels. Dus ze heeft een mazzel gehad. Dat is echt ongelooflijk. Eindelijk, de 35 weken zijn voorbij. En de tweeling heeft het gehaald. Er is een ambulancevliegtuig uit Zwitserland gehuurd om Lodewijk en Willemijn naar Nederland te brengen. Zo erin draaien namelijk. Ja. Maar voordat het vliegtuig richting Girona gaat, moet het medisch team op Schiphol Oost eerst nog twee couveuses inbouwen. Het is voor gemaakt. Perfect. Het gaat allemaal net, hè? Het is echt fantastisch. 1, 2, 3. In overleg met fysiekenhuis hebben we eigenlijk besloten dat we de couveuses, beide kinderen tegelijk in één vliegtuig naar Nederland willen hebben. En die couveus die vreet stroom. En de kleinere ambulancevliegtuigen waar we meestal mee vliegen, kunnen dus niet twee couveuses hebben. Dat is een lijnvliegtuig, kan eigenlijk niet twee couveuses aan boord hebben naast alle normale passagiers. Puur door het stroomverhaal. En er is goed nieuws voor Diederik en Marielle. Het vliegtuig heeft stoelen genoeg. Ze hoeven dus niet met de auto naar Nederland. Twee artsen, twee verpleegkundigen en Geert reizen mee om de repatriëring tot een goed einde te brengen. Het is een bijzonder transport waar veel partijen bij elkaar samenkomen. We hebben te maken met drie vervoerders. We hebben de ambulances in Nederland, we hebben de ambulancevliegtuig uit Zwitserland en we hebben nog de Spaanse ambulanceauto's. Die moeten allemaal die reiscouffeuse waar we mee gaan aan boord kunnen hebben. De juiste aansluitingen hebben, want op die reiscouffeuse zit zuurstof, stroom, monitors, noem maar op. En dat moet allemaal aan elkaar gebreid worden. Tot het laatste moment blijkt het inderdaad spannend. Er kan steeds iets onverwachts gebeuren. Je kan alles geregeld hebben, maar dan nog kan er van alles misgaan. En dan moet je gaan improviseren. Maar ja, dat improviseren, dat is dan weer ons vak. Ja. Mathieu is in Spanje. Bij de eerste garage, net over de grens, moet hij een auto lossen. Met een paar woorden Spaans weet hij zich zeer goed te redden. Hola. Hola, a todo el club. Hola, Lesa. Hola. ¿Es así una de la Nalak? El jefe de garage. ¿Sí? No está. ¿No está? Ok. ¿Tengo una nueva contactra? Vale. ¿Yo para que la parque? Sí. Que los deje ahí donde están los Mitsubishi Carisma, en el parque. No, pero bueno, deje, acompaña un mecánico. Paseíto, un momento. Ok. Ok. Ahora un mecánico te acompaña a traer el coche aquí. Ok. ¿De acuerdo? Dit is een auto die komt op voorraad te staan.
Ze hebben hier allemaal vervangend vervoer ook al staan voor mensen die onderweg met stukken komen te staan. Het is een probleem om hier in Spanje en in Frankrijk ook een auto te vinden met een trekhaak. Mensen, bijna altijd met een caravan of een vouwwagentje, komen met stukken. Kunnen hier wel een auto huren, maar geen trekhaak. Dat is het probleem. Frankrijk en Spanje hebben vaste afgiftepunten voor vervangende auto's. Het zijn vaak grote garages waar ook de auto's van gestrande vakantiegangers naartoe worden gesleept. Zodra er een huurauto van de oplegger gaat, kan een kapotte auto weer worden meegenomen. Per zomer pikt Mathieu zo'n 50 auto's op. En zo rijden er ruim 100 chauffeurs 13 weken lang door Europa. We zorgen gewoon dat er constant eigenlijk auto's aanwezig zijn. Dus moeten de mensen toch weer een paar dagen wachten, hotelletje en kleine kinderen erbij. Dat is allemaal niet zo prettig. In de couveusekamer van het ziekenhuis in Gerona worden Lodewijk en Willemijn klaargemaakt voor vertrek. Dit geloof je gewoon. Ja. Allemaal voor die kleine hummeltjes, hè? Ja. Ja. Eigenlijk is het zo dat pas een week geleden ik voor het eerst echt dacht van, we gaan hem halen. We gaan de 35 weken halen. Het gaat zo goed. Toen was het nog zelfs nog tot begin deze week klein beetje spanning of die apneu-aanvalletjes, dus het moment waarin het kind even niet ademhaalt, of die zouden verdwijnen. En die verdwenen ook. Geert behandelt per jaar zo'n 2000 medische dossiers. Voor hem was dit er één om nooit te vergeten. Ik ben verder gegaan dan de professionele instantie. Ja. Ja. Misschien moet je zeggen dat zodra je het mee naar huis neemt, dat je de zaal zou gaan denken, hoe zou het nou gaan met die tweeling? Zou de 35 weken halen? Het is niet zo dat je er wakker van ligt, maar je neemt het toch mee. En dan weet je, ja, als je dat met één dossier kan je dat doen. Maar als je er meerdere tegelijk hebt die je allemaal mee naar huis gaat nemen, dan houdt het nooit op. Je kan zeggen, je bent professioneel bezig, dus als het misgaat, dan ja, het is all in the game, je kent de statistieken, noem maar op. Maar ja, als je zo lang in zo'n dossier zit, word je natuurlijk op een bepaalde manier emotioneel bij betrokken. Dus dat zou je heel vervelend vinden als het mis zou gaan. Maar gelukkig ging het goed. Tegen alle medische verwachtingen in hebben Lodewijk en Willemijn geen ernstige complicaties gehad. Maar één infectie meegemaakt. Ja, het is allebei. En dat is naast goede zorg in dat ziekenhuis ook een stuk geluk hebben. Ja. Ja, en sterke kindertjes hebben natuurlijk. Nou ja, dat is gewoon allemaal goed gegaan. Ze zijn zelfs, Lodewijk is de 2 kilo al gepasseerd en Willemijn die zit er tegenaan. Ja, dat is perfect. Dat heeft heel wat inspanning van iedereen gevraagd om die maanden door te komen, om alles goed te regelen. En nu is de afsluit, nu gaan ze naar Nederland met het ambulancevliegtuig op naar Groningen. De kinderen zijn veilig en gezond in Nederland aangekomen. Ze liggen nog steeds op de couveuseafdeling van het Academisch Ziekenhuis in Groningen. De ouders zijn druk bezig met de kinderkamer, want over 4 weken komen Lodewijk en Willemijn naar huis.